Yo, what's up iedereen, welkom bij deze nieuwe video op mijn kanaal. Zoals jullie zagen, gaan we vandaag weer op iemand zijn setting spelen. De laatste keer dat we dit hebben gedaan is alweer een hele lange tijd geleden. Maar ja, we gaan het vandaag weer doen en we gaan vandaag beginnen op deze settings. Naar mijn mening één van de beste controlerspelers op dit moment, een hele zieke speler. Mocht jij nog een leuke controlerspeler weten voor de volgende keer, laat even zeker weten in de comments. En wie weet speel ik de volgende keer op diegene en zijn settings. Vergeet even zeker niet deze video vast te liken. Vergeet even niet te abonneren, we hebben bijna de 50k, dus ik zal het enorm waarderen. En dan gaan we nu richting Fortnite, gaan we zijn settings overkopiëren. En gaan we even checken hoe het valt. Let's go. Alright jongens, ik heb net een video opgezocht van deze settings. En ja, dit zijn de laatste nieuwste settings die ik van hem heb kunnen vinden. We gaan eventjes van boven naar beneden. Zijn build mode staat op 1.9, net als zijn edit mode. Dus dat is een klein beetje voor mijzelf aan de lage kant. Maar we gaan het zien. Hij speelt op een X- en Y-sense van 43%. Ietsjes hoger dan wat ik speel. ADS-sense is wel precies hetzelfde als wat ik heb. 9%. Lineair natuurlijk. En ja, de dead zone verschilt natuurlijk per controller. Voor mij werkt 10-10 goed. En enable foot controller heeft hij uitstaan. Dus dit zijn de settings waar hij op speelt. Zijn binds, die zal ik natuurlijk niet precies overnemen. Dat is gewoon ja, niet te doen. Want als ik dat doe, dan kan ik echt helemaal niks. En hij speelt ook claw. Ik speel zelf alleen met pedals. Dus ja, in deze serie nemen we alleen de controller settings over. Dus ja, dit zijn de settings van D. Ja, we gaan een potje voor het in. Ik weet niet, 1, 2, 3 potjes. Ligt eraan hoe het gaat. Alright jongens, we zitten in het eerste potje. En ja, ik denk dat ik het toch wel eventjes rustig ga beginnen. Ik zat eraan te twijfelen misschien het eerste potje meteen naar Tilda te gaan. Maar ik denk dat de kans dat we daaruit komen heel erg klein is. Aangezien ja, de helft van de lobby daar waarschijnlijk gewoon naartoe gaat. Dus we gaan het eerste potje naar Koni. Mocht er weer levend uitkomen, zal ik wel direct door naar Tilted pushen. Alright, de eerste kill is binnen. Alright, deze man weet volgens mij niet dat je kan bouwen in Fortnite. Hoppa. Hoppa. Ik dacht nog niet dat je me nog ging killen, hè? Let's go! 4 kills al binnen. Oh ja, nice. Ja, dat is nice. Dat vind ik altijd zo heel erg nice. Dat vind ik altijd zo mooi. Oh ja, nog een third party. Dat vind ik altijd zo mooi. Alright, nieuwe game jongens. Dat betekent nieuwe kansen. En we gaan dit potje met volledige scheid naar Tilted Towers. Ik ben er helemaal klaar mee. Iedereen moet gewoon dood. Ik zie Hero misschien wel de hele map meegaan. What the fuck? Absurd maar. Zo, wat is die sens, ouwe? Snipertje. Dat vind ik altijd heel erg mooi. Daar kan ik heel veel mee. Zeker controle. Alright. Check je later. Ik vraag me soms echt af
of gewoon mijn aim assist uitgeschakeld wordt mid gewoon fight. Of ben ik gewoon legit? What are you doing, bruh? Deze man denkt hier al verstoppertje achter de muur of zo. Hoppa. Oeh, zo. Doe maar stacked. Oh, is mijn tweede potje pas. Box like fish. Hoppa. Check je later, Rick. Ook deze man probeerde alleen die SMG me kon stoppen. Ik ben dood. Alright jongens, we gaan naar Greasy. Alright, dat is de eerste. Oeh, daar kom je goed mee weg, Maaije. De eerste kill is al binnen. Heel erg zielig voor de tegenstander, maar we don't care. Ja, als dat. Oh. Sniggy. Wat zit je nou om te doen, maatje? Wat zit je nou om te doen, maatje? Neem wel je SMG mee als je het niet erg vindt. Ik vraag me af wat de mensen hier allemaal aan het doen zijn. Maar ja, als het goed is, never mind. Ik wou net zeggen, als het goed is iedereen dood, maar... Nog even. Check je later. Dat was een hele snelle quick death. Nou jongens, volgens mij is iedereen nu wel echt dood. Ik ga eventjes kijken of de Spider-Mans er liggen. Als het goed is liggen die hier verderop. En zijn mensen daarop gedropt zijn. Want dan kunnen we gewoon lekker hard lobbyen hier. Oh, dat was mooi. Ja, dat was mooi uitgespeeld voor mij hoor. Weer even een S van mezelf. Let's go! 6 kills. Volgens mij hoor ik mensen ook nog fighten hier, dus... Ik zweer het jongens, ik vraag me echt af gewoon... Ik begin gewoon te twijfelen. Ik denk dat het gewoon serieus aan mezelf ligt. Dat ik gewoon fucking scheef ben. Echt. I don't know. Is die aim assist gewoon echt helemaal naar de tering? Of ben ik gewoon echt super scheef? Laat het even weten. Holy shit, ouwe. Volgens mij hij had sowieso een vermoeden dat ik in deze building zat. Holy shit. Oké, dit was heel erg huge. Ik was super skip. Deze kill had ik nodig. We zijn weer big chilling. Let's get it. Holy shit, ouwe. Let's go. Big in the game. Big. Back in the game. Vraag me niet af hoe ik hem precies dat box kreeg, maar hij zat erin. En dat is het enige wat telt. Waarom had ik het gewoon... Jongens, ik cheat echt niet hè, dat jullie het even weten. Ik had echt gewoon het gevoel dat er iemand in die cone zat.
bro. Volgens mij zit er iemand in de bush. Die was nasty en ik had die kill nodig, want ik, waarschijnlijk is hij stacked. Oh jawel, hij was stacked. Yes sir. Ja, deze kill had ik nodig. Dat was een hele vieze kill. Oeh, laserbeam en ho 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 ho. Wauw, wat een vieze kill was dat. 1v1. Alright! Het was het laatste potje. Gelukkig hebben we er toch wat van kunnen maken. Even kijken hoeveel kills. 15 kills. I take it. Om heerlijk te zijn, de settings. Ik weet niet. Ik vond de settings best wel relaxed spelen. Maar in ieder geval, dit was het laatste potje. Hopelijk vonden jullie dit leuk. Hele zieke game om mee af te sluiten. Vergeet even zeker niet deze video te liken. Laat even zeker weten in de comments wie jullie voor de volgende keer willen zien. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie hopelijk zo snel mogelijk terug bij een nieuwe livestream of bij een nieuwe video. Ciao!